7 ingrediënten en 20 minuten. Dat is al wat je nodig hebt voor een zalig bordje vol. Het is tijd voor Klaar in 20 minuten. Deze smaaktoerist is onze zender trouw. Daarvoor alleen al merci, we houden van jou. Voor zijn gerechten is hij keurig en nauw, maar voor zijn kapsel steekt het precies niet zo nauw. Maar goed, wat ik vooral wil zeggen, welkom Jeroen De Pauw. Dankjewel, chef. Alles goed. Mijn kapster gaat niet blij zijn met jouw tekstje. Nee, maar het ziet er stralend uit. Als je op tijdens de aflevering van Smaaktoerist had je altijd zo'n helmkapsel. Oh, vreselijk. Ik vond dat heel erg. Ja? Ja, omdat jullie helm af en uw haar staat zo slecht en dan... De mensen die zeggen slecht kapsel. Maar bon, maar dit gezegd. Ja. Het is vooral de mensen onder het kapsel dat het doet, natuurlijk. Hè. Chef, ik heb voor jou een belangrijke vraag. Wat ga je doen met deze 7 attributen? En vooral, is dat klaar in 20 minuten? Ja, ik ga gegrilde courgetten maken met een kruidenolie, een sausje van pikante paprikasaus, zal ik het maar noemen, en een stukje tonijn. Okay. Geel wintonijn. Ik zie heel veel kruiden, echt een welige bos, dus ik ga niet langer wachten. Ik ga gewoon de klok starten in welgeteld. De 3, 2... En kook maar, chef. Ik maak direct mijn sausje klaar en daarvoor heb ik een pannetje nodig. Dus dat ga ik hier direct meenemen. Hè. Deze. Dus ik ga saus maken op basis van rode paprika. Ja. Ik heb gezegd dat ik die ook wat pikant ga maken. En dat ga ik hier doen met de ultieme tongtwister. Sriracha. 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 Sriracha, dat is het eigenlijk. Ik ga het niet proberen, ik ga het gewoon pikante saus noemen. Nee, ja. Sriracha. Er zijn wel hele mooie verhalen over, maar voordat ik daarmee begin, ga ik beginnen met mijn... Ah, ik heb mijn shallotjes al hier gelegd. Met een shallotje fijn te snijden. Ik heb er 3, 2 ga ik houden om ook mee te grillen. Eentje ga ik gebruiken in mijn saus. Dus wat gaan we doen? Beetje olijfolie opzetten. Oké. Pannetje aanzetten. En we gaan onze paprika's eigenlijk wat gaar koken in een soort... ja, laat dat ons een groentebouillonnetje noemen. Ja. Gewoon een bouillonblokje is dat dan. Hè. Graag. Je mag natuurlijk ook thuis altijd verse bouillon maken. Dat is heel lekker. Het is veel werk wel, maar het heeft wel natuurlijk een verschil. Maar laat ons eerlijk zijn, een bouillonblokje is niet verboden, of toch niet in mijn keuken, nee, zal ik maar zeggen. Bij mij ook niet, dus kijk. Voilà. Ik denk bij de meeste mensen thuis dat dat... Een basis is dat er is. Dus wat gaan we doen? Gewoon onze shallot wat fijn snipperen. Die gaan we in de olijfolie leggen. Ik ga mijn vuurtje neerzetten, zie. En onze paprika snijden. Paprika kun je in alle kleuren, de geel, rode, groene. Maar voor mijn sausje, omdat ik een pittig sausje ga maken of iets pikant, is rood altijd. Rood, dat ziet er pikant uit, vind ik. Vind je niet? Ja. En we gaan daarvoor onze sriracha-saus gebruiken. Weet je van waar dat komt? Sriracha. Nee, ik weet niet van waar dat komt. Ik ga je een mooi verhaaltje vertellen. Dus jawel, het is een mooi verhaaltje. Het is eigenlijk een vissersdorpje ten noorden in Thailand. Sriracha. Allee, ik kan het niet goed uitspreken, maar het klinkt zo in ieder geval. Dat is een dorpje, 30.000 inwoners, aan een mooie vissershaven. Okay. En vroeger werd er een pikante saus gemaakt op basis van chilipepers, azijn, suiker, look. Ik niet vergeet, azijn, suiker, look, ja. En daar, en de chilipepertjes natuurlijk, en daar maakten ze een pikante saus van, wat heel veel gebruikt werd in hun visbereidingen. Net hetzelfde hier. Dus dat is wel een sausje. Eigenlijk kun je dat vergelijken. Veel mensen weten dat niet. Maar het is bij wijze van spreken als een béarnaise. Ja. Een bestaande saus. Okay, ja. Waar dat je je eigen versie ook van kunt maken. Maar het is een toffe, pikante saus. Omdat er zit ook wat knoflook en zo in. Dus het geeft wat meer smaak dan gewoon pikant. Snap je? Ja. Dus eigenlijk zou dat perfect zelf kunnen maken ook. Ja, zou het perfect zelf kunnen maken ook. Nu, waarom dat doen als dat lekker is zo? Veel lawaai, hè? Ik was voorbereid. Als ik zag dat jij kwam, dacht ik van, de buur al gewaarschuwd. Zeg, pas op, kijk, het zal weer luid zijn. Doe daar direct heet water bij. Ja, kokend water, ja. Rustig. En we gaan dat gewoon laten koken, ja? Onze paprika gaar laten koken met een bouillonblokje. Zet dat gewoon op een zacht vuurtje, kookt rustig gaar. En helemaal op het einde ga ik dat mixen.
even passeren, ja. Dus door een zeefje doen. En eventueel nog een klontje boter voor dat wat te verzachten. En onze pikante saus, die gaan we er pas helemaal op het einde bij doen. Want klein beetje is altijd, dat je goed proeft. Want ik vind dat wel tof dat je een pittig sausje hebt, maar het moet wel nog eetbaar zijn. Hè? Zijn jij een pikante? Allee, ik doe... ja, ja. Maar ik ben al zo de hele tijd aan het kijken zo naar die pikante. Ja, ik eet dat wel heel graag. Maar ik heb je dat al geproefd? Ik wil het wel eens proeven eigenlijk, als je dat zo een mini lepeltje hebt. Ik zal ondertussen de tijd vullen. Dat kan ja, ook met een ander weer. Shit, ja, sorry, aan het denken. Maar zo, ik ga dat proberen in het geniep te komen halen, dus dat mensen mij niet zien. Want, alsjeblieft, jongeman. Dank je wel. Dat is direct heel veel. Nee. Het is niet zo pikant hoor. Doe maar. Ik ga proberen. Amai. Ja? Kom binnen, hè. Goedemorgen, wereld. Kijk, dat is het enige dat ik u nog een keer kan mee pesten. Amai. Kruidenolie ook, chef. Ga ik ook maken. Je hebt mooi aangekondigd dat ik hier tussen het groen stond. Wel, ik ga die groene kruiden natuurlijk gebruiken om een groene olie van te maken. Ja. Gewone peterselie. Sorry, ik ben even nog aan het nazweten. Ja, ik zie het. Het zweet loopt van uw rug af. Ja. Een beetje basilicum. Altijd goed. Gaat ook goed samen met onze vis. Koriander. Dus de kruiden die we hebben zijn, sorry, basilicum, koriander. Het moeilijk, hè? Ja, peterselie. Ik heb de manier gevonden om u even te doen zwijgen. Dus peterselie, koriander. Als je nu thuis nog andere groene kruiden hebt, doe het er maar in, dat gaat lekker zijn. Teentje loog erbij. En waarvoor ga ik die... Ik ga die olie maken om af te werken, maar ook om onze groentjes even in te marineren. Onze gegrilde groenten. Ik ga nu courgette gebruiken, maar je zou daar ook wat groene asperges voor kunnen gebruiken. Andere soorten paprika. Ja, je kunt alles grillen. Hè. Ik ga nog een shallotje grillen. Je zou dat ook met wat aubergine kunnen doen. Dus laat je creativiteit maar gaan. Pak alle groentjes die je graag eet. En dat is gemakkelijk om je kunt erop voor te maken en je kunt dat bewaren. Hè? Je kunt dat bewaren en je kunt dat eigenlijk voor heel veel dingen gebruiken. Ik heb hier terug wat slaolie dat ik ga gebruiken. Allee, je kunt slaolie of olijfolie, maar enkel olijfolie kan een bittere smaak geven. Dus ik doe altijd de twee. Een beetje slaolie, een beetje olijfolie. Hup. Peper en zout. Ik ga niet overdrijven met de peper, want we zitten al met een pikant sausje. En dan met een staafmixer gewoon glad mixen. Oké. Ik ben... Dat gaat kunnen, hè? Ja. Gaat dat kunnen nog, hè? We zijn ondertussen 7 minuten ver, hè? 7 minuten ver. Dat is goed. Mooi groen. Dat is het enige. Zo ziet het trouwens als die niet meer goed is. Hè. Dan gaat die stilletjes van kleur veranderen. Dus als je dat in de koelkast steekt en je ziet dat die van dat heel groen, dat dat zo stilletjes al wat bruiner begint te worden, dat je zo van dat legergroen krijgt, kakkie, dan wil dat zeggen dat je kruiden eigenlijk zijn beste tijd gehad hebben en kunnen dat beter weggooien. Maar je moet niet te veel maken. Hè. Kijk, dat is niet te veel. Ja. Wat je ook kunt doen, ik vind dat een goede tip dat ik zelf vaak gebruik, is dat in ijsblokjes doen. Ah ja. Zo in dingetjes, in de vriezer. En dan telkens, als je nodig hebt, haal dat eruit. Kook een pasta, klein bolletje erbij. Amai, keigoeie tip. Courgette. Even wassen, hè. Maar in principe zou je dit een paar dagen kunnen bewaren in een ijskast. Je zou dat een paar dagen kunnen bewaren. Je gaat ook zien dat die olie gaat een beetje stollen. Mm-hmm. Dus die wordt wat steviger. Hè. Courgette, de poepjes eraf. Dan gaan we dat in fijne lintjes. Nu, als je dat moeilijk vindt, kun je dat ook gewoon in ronde rondellen snijden of zo. Hè. Probeer dat die allemaal een beetje dezelfde dikte zijn. Dat die ook dezelfde gaartijd nodig hebben. In onze periode in het jaar, als je courgetteplanten zet thuis, dat je niet anders eet als courgette. Dan moet dat niet zoveel. Dat groeit. Dat is zot, hè? Gelijk kool, hè? Dat is ongelooflijk hoe snel dat gaat, een courgette.
Ja, ja, ik weet het. Maar ik vind wel klein courgettes vaak lekkerder. Van die hele grote courgettes krijg je heel veel van die, van die pieten daarin, van die zaadjes. En dan vind ik dat dat een beetje waterachtig is. Dus ik heb graag kleine courgettes. Voilà, we leggen die daar zo in. Doen een olie daarop. Niet te veel, maar gewoon dat dat toch een beetje ingevet is. Ik ga er nog wat bij kruiden. Ik vind dat heerlijk, zo gegrilde groenten. Oh. Dat is instant vakantiegevoel ook. Ik ga dat hier op zo'n teppanyaki leggen. Het voordeel daaraan is dan in teppanyaki dat je zowel gegrild hebt als gewoon. Mm-hmm. Het is gewoon zonder de grillstructuur erin. En daar ga ik dan met een tonijn op leggen. Dat is gezellig, dat iedereen van tafel zitten en iedereen er rond. Ja, absoluut. Ook als kok is dat leuk als je aan tafel zit, dat je niet de hele tijd in je keuken moet staan, dat je met je bij je gasten kunt zijn. Okay. Paprika die laten we gewoon rustig garen in dat bouillonnetje. Dat is gewoon een groentebouillonnetje, dat kan, maar dat kan ook met een kipbouillonnetje als je dat liggen hebt. Je zou dat in een met een kipbouillonnetje kunnen doen. Ook, je kunt dat ook perfect met gele paprika doen. Ah, ja. Zo'n mooi geel sausje. Een keer iets anders. Altijd leuk. Wel plezant. Oké, mijn courgettes. Heb ik hier zo'n tankje? Yes. En ondertussen zijn we half weg. Mooi, dat komt hier goed. Want courgette, dat moet ook niet super lang grillen. Hè? Nee. Dat mag ook nog een klein beetje. Ik kan niet zeggen dat dat krokant moet zijn. Alleen dat dat moet wel gaar zijn, maar dat mag toch nog een beet aan zitten. Hè? Dat is barbecue direct, die geuren van. Hè? Zo wat. Loog. Goed, hè? Veel. Ja, dat is in een look natuurlijk. Hè? Het is ook dit gedichtje, allee, of deze receptje voor die courgette, is ideaal voor een barbecue. Hè. Snijd alle groentjes, je doet in een grote kom, je maakt zo'n kruidenolie, je giet die erover, je doet dat goed door elkaar. Zelfs de dag voordien kun je dat ook perfect doen. En dan gewoon nog even grillen en dan zijn we klaar. Hè. Vroeger hadden ze op een barbecue was alleen maar vlees. Tegenwoordig zie je inderdaad gelukkig zo wat meer verschillende ja, zaken. Ja, dat vind ik plezant. Zo, veel groente, veel vis, veel... kunnen veel meer mee doen. Hè. Ik ga het vuurken iets hoger zetten, dat het een beetje gaar kookt, dat ik zeker binnen mijn tijd ben. Want ik ben weer zo op het moment van relax, het komt goed. Ik had gezegd dat ik ook nog een shallotje ging doen. Dus dat ga ik er ook bij leggen op de grill. Ik vind dat heerlijk, gegrilde shallotten of gewoon ajuin. Je moet een keer proberen ajuin volledig op de barbecue te leggen. Ja. En dan, die mogen helemaal verbranden en dan pelt je die. Je haalt die schilder af eigenlijk. En dan heb je, ja, dan heb je echt zo heel zacht van binnen. Hè. Hmm. Als je zo ajuin of shallot bakt, dan moet krijg je dat... Peper en zout bij of gewoon die ajuin? Gewoon erop. Oké. Okay. Daar zit veel sap in een ajuin, dat pikt aan je ogen. Dat sap zet zich om in suiker en dan krijg je zo'n hele lekkere, zoete uiensmaak. Oké. Okay. Heel goed. Voilà, dus die shallotjes leden daar maar gewoon bij. Hè. De geur dat hier vrijkomen, chef, zou het moeten kunnen bottelen. Hè? Een tv met geur, is dat niet? Dat is, ja. Ja, in sommige gevallen misschien ook geen goed idee. Nee, dat is ook wel waar. Zover had ik al niet nagedacht. Kijk, leg dat er mooi tussen. Er kan niks fout mee lopen. Een beetje opruimen. Hup. Voilà. Nu, tonijn. Geel windtonijn. Voor alle duidelijkheid, er zijn heel veel soorten tonijn. Mm-hmm. De rode tonijn is nogal is een beschermde tonijnsoort, maar je hebt heel veel soorten tonijn. Dus de mensen moeten niet bang zijn om te zeggen, zo'n stukje geel vintonijn, ik ga dat niet meer eten. By the way, ik ben vorige zomer naar Spanje geweest en ik ben daar gaan zwemmen tussen de geel vintonijnen. Okay. De geel vintonijn is familie van de makreel. Dat is een fantastisch ding. Mensen die een keer... In Spanje moesten ze daar passeren. Je moet dat zeker een keer doen. Dat is eigenlijk een tonijnfarm in het midden van de zee. Het zijn grote netten in het midden van de zee. Daar zwemmen tonijnen. Die worden gevoederd met makreel zelfs. En je kunt daar tussen gaan duiken. Okay. Fantastisch. Dat zijn zo'n roofvissen. Die, wow, dat is eigenlijk dolfijnen. Slagen die om u heen. Slagen die rond u heen eigenlijk. Heel tof om te doen. Ik voel een nieuwe aflevering van de Smaaktoerist. Oh, dat zou mooi zijn. Hey, samen als Spanje, chef. Hey. Oh, jongens. Zo. Allee, als ik mee mag, natuurlijk. Ja, maar wij hebben hier in België ook nog zoveel mooie dingen. Ja. Hè? Maar... We schatten ons eigen, hè. Ja, dat is waar. We gaan het ons niet aandoen
om dan een keer niet te gaan bezoeken. Dus, zeer leuk om te zien. Kijk, een klein beetje van onze kruidenolie doe ik daar terug bovenop. Je weet, tonijn, dat moet niet te lang, hè. Het moet mooi rood zien binnenin. Dus ik ga daar nog een klein beetje mee wachten. Ja, ik heb nog wat tijd. En kan dat met elke soort vis? Goh, dat is een moeilijk verhaal, want je weet, zo, ik lees dat soms, hè, van vis op de barbecue bijvoorbeeld, forget it, hè, zo'n stukje kabeljauw of een ander soort witte vis vooral, dat is heel moeilijk om op de barbecue te grillen of te bakken. Waarom? Dat valt natuurlijk uiteen, ja. Dat bestaat uit van die schubben, zo, dus dat gaat niet echt lukken. Tonijn, dat is een hele vaste vis natuurlijk. Daarbij kunnen dat eigenlijk bijna een stukje vlees. Hè. Ja. Daarbij kunnen dat gemakkelijk doen. Maar met witte vis zou ik dat niet doen. Ja. Okay. Wel op zo'n teppanyaki, want ja. Dat bakt niet aan. Dat is een anti-baklaag eigenlijk. Hè. Sauskraak komt goed. Ik ga mijn vis nog een klein beetje aan de kant leggen. Ik ga mijn tijd nemen om dat mooi bleu te bakken eigenlijk. Maar mijn saus die ga ik al wel opmixen. Dus wat heb ik nog nodig? Een zeefje. Ik had u gezegd, ik ga dat door een zeef duwen. Ja. Want dan krijg je een hele gladde saus. Wat veel lekkerder is. Je ziet, lang moet dat niet. Dus gewoon onze paprika. Laat ons zeggen, hoe lang heb ik dat opgezet? Oh, dat is al een minuut of tien. Weer. 10 minuutjes. Ja. Maximum. Die is helemaal gaar nu. Nu ga ik dat... Ik heb even mijn mixer afwassen. Gaan we dat terug opmixen. Mm-hmm. Dat dat mooi glad is. Door een zeef duwen. En dan een klein beetje boter bij doen. En natuurlijk ons shiraza om die lekker pikant te maken. Ik ben dan proberen uit te spreken. Moeilijk, hè? Zeg het lukken. Oké, even opletten voor mijn kleren, want... En mijn broer. Ik ga eerst zo... Het is echt de zon, hè, Thees? Ja. Het ruikt geweldig. We hebben de paprika niet geschild, hè? Alsjeblieft? We hebben de paprika niet geschild, hè? Dat is nee, gewoon... ik heb paprika niet geschild. Dat gaat ook wat meer kleur geven. Oké. Okay. Neem het mee. Nu, je zou dat wel kunnen doen, hè? Zo'n paprika in de oven steken, dat die lekker, hè? Ja, het sap dat daaruit komt, dat vind ik heerlijk. Maar nee, dat hoeft eigenlijk niet voor deze. Dat hoeft eigenlijk niet. Maar daarom ga ik het ook... Daarom ga ik het ook door een zeef duwen, hè. Ja. Dat je zo die velletjes niet hebt. Ondertussen mijn courgetten wel in het oog houden, dat ze ook niet te ver gaan. Wat een mooie keer. Kleur. Mooi, hè. Ja, mooi, mooi. Hup. Ik ben een beetje alles doorheen aan het doen, hè, chef. Maar... Het komt chaotisch over, maar het is het niet. Is het waar? Nee, niet chaotisch. Kijk, een fijne zeef ga ik gebruiken. Een hele toffe. Hup. Dat gaat daardoor. Nog 3 minuten, chef. Ja, maar dat komt goed, jong. 3 minuten. Ik ga wel mijn vis erop leggen. Hup. Die leg ik hier. Kijk, mijn... Zo'n pottenlikker of mijn... Met een pollepel. Ik vind dat er mooi doorduwen. Ah ja, dat zijn al die velletjes dat overblijven dan. Ja, al die velletjes, die stukjes, als je zo wat pietjes hebt meegesneden die er toevallig in terechtgekomen zijn, krijg je dat perfect weg. En dan gaan we dan natuurlijk, je weet, een sausje moet een beetje opwerken met boter. Dus we gaan er gewoon een klein klontje boter in doen. We gaan dan met een klopper er mooi onder roeren of onder kloppen. En dan ga ik daar een klein beetje van onze pikante saus bij doen. Hup. Zo, een klontje boter. Vis ga ik omdraaien. Courgettes zijn ook klaar. Klopperke. Natuurlijk. Hoe pikanter je het wilt, hoe meer je erbij doet waarschijnlijk. Voilà. Spreek voor zich. Kijk, ik ga het nog een klein beetje opwarmen onder de saus. Ligt dat aan mij of blinkt dat op één keer veel meer? Die saus? Ja, dat is zo. Hè. Dat is eigenlijk het,
ook, dat is ook een van de doelen om een klein beetje boter erin te doen. Dat bindt, maar dat geeft ook een mooie blink eigenlijk. Blinken en binden. Blinken en... Ja. Lepeltje om eens te proeven. Een klein beetje meer. Het mag wel wat pittig zijn. Ik heb gezegd pikant, dus... Een beetje pikanter. Voilà, ik ga afwerken, dan gaan we er komen. Mooi bord, deze. Dat ziet er mooi uit. Ik ga mijn courgettes er hier op doen. Ja. We zijn aan de laatste minuut al steeds begonnen. Dat komt hier helemaal goed. Kijk. Courgettes, tajuintjes, gewoon de shallotjes. Oh, heerlijk, hè? Heerlijk. Kijk. Wel, ik mis ook geen patatjes, dat kan er nog bij, maar ik mis dat precies. Ah, wel, ik zou dat eigenlijk ja, zonder... ik heb niks gebruikt van patatjes of koolhydraten. Lekker stukje brood erbij, kan ook, altijd, ja. Chef. Zie, is die een tonijn mooi rood van binnen. Ja, ga ik erop leggen. Siris. Wat denk je? Ja, het water komt in de mond en ik proef terug een beetje pikant. Dus, Denk ik wel. Ik ben erover zeker. Nou, ik was klaar, hè. Geef toe. Ja, ik ga gewoon, als jij de saus erop gedaan hebt, zal ik hier gewoon een kaart afplokken. En dan, ja, doe maar. Ja, maar ik kan afplokken. Wacht, hè. Een klein bladje mooie basilicum erop. Hup. En dan zal ik mag het gerecht, waar je het sausje erop doet, kan jij het gerecht nog één keer voorstellen, ja, chef. Ja, doe maar. Ja, ik stop de tijd. Voilà, kijk, we doen spelen van we klaar. Voilà, chef, wil je dit gerecht toch even voorstellen aan alle lieve mensen thuis die het prachtige gerecht zien? Het zijn gegrilde courgettes en een gegrilde shallot. Heerlijke gebakken, geel tonijn erbij en een pittig sausje op basis van sriracha en paprika. Dit alsjeblieft. Prachtig gerecht, mensen, als je het wilt namaken. Kijk eens op jan.tv. Chef, daar is het van alleen maar om dankjewel te zeggen. Met veel plezier. Smakelijk, hè? Zal ik eens hebben.